HUD activated. Commence briefing. Approaching Herat. Data on the subject, Kadir Suleiman, a local political figure hired to maintain order after the outbreak. His brother Hassan died in a disease-related incident before we were able to evacuate him. Suleiman blamed the GRE for Hassan's death. He stole a highly sensitive file which became his bargaining chip against the GRE, with instructions to publicize it if anything happened to him. Data on the subject. The stolen file. Jump in 10 seconds. It details the incomplete process of synthesizing a cure for the virus. If implemented in its current state, the produced substance may be extremely toxic. Now. Also, the file contains full description of the virion's structure. Any attempt to use it would result in countless lives lost. It must be recovered. Further information, current status. Suleiman sent the file to an associate unknown to us, with instructions to publicize it at his command at any time. To counter that, we instituted a citywide communication jam, preventing him from publicizing the file. Your GRE-issued radio can overcome that jamming. It is your lifeline. Do not lose it. Suleiman has since gone underground and begun using a different name. We have reason to believe he now leads one of the two main factions operating within the city. You are to find Suleiman and locate the stolen file in order to save mankind from a disaster of unprecedented proportions. I told you that wasn't a normal drop shoot. Break his legs, then take him to rides. Back up! All of you! Stop! Loud noises draw them. Fall back! Fall back! Bite on one arm. Oh shit, Amir's hurt? No, Amir is gone. But I'm bringing in someone who might still survive. One of us? We'll see. Hallo mensen van Local vs. Game of Local vs. World. Als je de preview bekijkt van deze game, Dying Light op de PlayStation 4. Een zombie game, jongens. Oh, en jullie weten allemaal dat ik van zombies houd. Dus we gaan even die game spelen. Even kijken wat jullie ervan vinden. Oké, we gaan verder. Ja, ik heb er enorm naar uitgekeken naar deze game. En, You pinch him. You're scared. Not scared. Then pinch him. He blinked. What? He blinked again! What if he's a zombie? Ah! Zombie! Run! Lol. Oh. Daar zijn we, jongens. Shit, my head. Oké, daar zijn we. Loco versus game. Single players. Ja, daar gaat dit kanaal eigenlijk over. Dus
We gaan even verder kijken. You sleep for 3 days like a dead man, then scare children. Off to a great starter. In paradise, can't you see? Okay, enough joking around. Head to room 190. The boss will brief you. What do you mean 31? Ask the boss. Okay, deze stem doet me een beetje denken aan de stem van... That's your number. Ja? Excuse me? Your number. You're the 31st infected. I'm the 18th. Everything is counted here. One fewer doses of antizin. One more new infected. One more runner gone. Als het goed is, is dit ook de stem van... hoe heet die game ook weer? Kom er straks alweer op. Quiet. Fuck quiet. Now he's gonna get Amir's antizin. Het is de game van... Oh, echt waar. Nou ga ik echt Steam opstarten. Ik ben de naam vergeten, maar we gaan hier even door. Want hier moeten we volgens mij zijn. Hallo? Hey, I'm looking for the... Are you the boss? What, am I too young? You got a problem with my age? No, I... You wanted to talk to me? That's better. Do you remember anything? Know what you are? Yeah, I can see this is some kind of shelter. We call it the Tower. Brecken and his runners put it all together a couple of months ago, and we've been here ever since. Hunting airdrops, scavenging, and rescuing people. Yeah, I wanted to thank that girl. Good, because if not for her, you'd already be chewing somebody's knee bone. Your antizin was totally crushed, by the way. Only thing Jade could salvage was your radio. Oh, great. So can I get that back, please? Actually, I think I need it more than you do. Believe me, pal, that's not the case. Fine. Take it. You know my runners put their lives in danger for guys like you. So now you take the antizin meant for someone else, and you won't even share your gear with us? I don't have time to deal with your bullshit. I've lost contact with one of our guys thanks to the fucked up radios we're stuck with. Do something for me, would you? I don't want to see you or your precious radio anymore, so go be useful somewhere else. We don't tolerate lazy assholes here in the tower. Hey, be fair. I'm not lazy. I'm just, hey, boss. Save it. That last guy I mentioned, he's only on the 13th floor, but you might as well be trapped in a mine cave-in. Come back later. And I'm not the boss. Too young, remember? I'm Raheem. Brecken's in charge here. De game die ik net bedoelde was natuurlijk Bioshock Infinite. Dit is de stem van Bioshock Infinite. Not lazy, you little shit. Yes, yes. Oké, we moeten naar de 13e vloer. En jongens, dit is echt een zombie game. Is hier een lift? Moet even de lift gebruiken, jongens. Ik denk dat we net de kans gemist hebben. We gaan weer even hier omhoog. Hey, net konden we hier omhoog. Wacht even. Oh, dan gingen we hier omhoog. En dan konden we met de lift. Dertiende vloer, waar is die lift? Dus de headquarters. Ik ga even op zoek naar de lift. Want dan kunnen we naar beneden. Kijk, hier is de lift. Where do you think you're going? The 13th floor. I'm getting some stuff for Raheem. 13? Shit. That's gonna be some dirty work. But we all got to pull our weight around here, huh? Zeker. Mag ik nou naar binnen? Oké, we gaan de lift in. Jongens, dying lights. Zombies. Allemaal greasy stuff en zo. Blech. Kijk, daar heb je al heel veel bloed. Jesus. How many people died here? Wow.
Oh, gelukkig zat er geen zombiekind in. Crane here. Where were you? We've been waiting for your report. It's been over 70 hours. I lost my radio for a while. Don't worry, my cover's intact. No contact with the tower's leader yet. Unable to confirm identity. I've taken steps to blend in. Acknowledged. Time is of the essence, Crane. Remember that. There's one more thing. I got bitten. I've shown no symptoms, but the people here say I'm infected. Then you'd better get your hands on some antison ASAP. Help! Hadn't you? Help! Somebody! What the hell? Okay, we gaan ervoor. Iemand heeft onze hulp nodig. En kijk, hij staat netjes op de minimap aange... Wow! Okay, die was sneller dood dan ik dacht. Jesus, you alright, man? I cut my arm, getting away from him. Oh God, you had to kill him, didn't you? God damn it! That was my brother. I came down to see him and... Easy. It's all right now. I'll get help. Hey, Raheem, this is Crane. I'm down here on 13. Listen, this guy of yours got fucked up pretty bad getting away from a zombie. Oh shit. 31? You went after Mark? Is it safe down there? Yeah, well, it's safe enough now. Okay, don't move. I'm sending Lena downstairs. Okay, what have we nodig, Mark? Hey, hold still. Lena will be here any minute. Gauze. You've got to find some gauze. Oh, and alcohol. Combine them. That will stop the bleeding. Please hurry. I try to stay calm, okay? I'll be right back. Okay, jongens. We hebben een missie. We zijn op zoek naar gaas en alcohol. Voor deze arme man. Okay. Eén moment. Laten we eens even gaan zoeken. Appartementen. Waar kunnen we in? Okay. Ik denk dat we dan hier moeten zijn. Okay. Gaas hebben. Wat is dit? Plakband. Nee, plakband hebben we niet nodig. Wat is dat? Blikje? Blikje wat? Is dat alcohol? Ik kan het niet pakken. Ja. Oh, nu wel. Okay. Laten we eens even verder kijken. Elektronica. Wat hebben we nog meer allemaal? Niet veel hier. Zijn er nog meer appartementen waar je in kunt? Ik wil geen zombie tegenkomen. De muziek is al dreigend genoeg. Okay. Wat hebben we hier allemaal? Oh, alcohol! Okay, I think that's everything I'm gonna find. Nice. Let's give this a shot. Okay, we gaan terug naar onze vriend. We kunnen een EHBO-doos bouwen, jongens. Laten we een EHBO-doos gaan maken. Doe me een beetje denken aan The Last of Us, waarbij je ook zo'n crafting menu had. Okay. Onze vriend zit daar. Geen idee waarom we wegrenden van hem, maar... Okay. Okay, who's hurt? He's bleeding pretty bad. Let me see him. Gauze and alcohol, huh? Pretty primitive, but it'll work. Thanks for the help. I'll take care of him from here. All right. Okay, what was our volgende objective? Dank u wel, meneer. Dank u wel. Laten we even kijken. I just want to help out and repay you guys for what you did for me. Well, good. Come find me. We'll talk about how you can do that. Alright. Moeten we hierin? Ja, we gaan weer de lift in, denk ik. Daarboven naar de boss toe. Of de onderbaas. Wat het ook is. We zijn weer op de 19e vloer.
En als het goed is, dan ontmoeten we weer hier de baas. Welke deur? Deze, denk ik. All right, taken care of. Piece of cake. What else you got for me? Well, let me think. Raheem, you are just smart enough to be dangerous, you know that? Omar told me about your plans for the nest. Explosive charges? Really? What? Explosives? Oh, I please. Never said that. You can't tell a convincing lie to save your life. I know what I'm doing. Yeah? You think you can't die? You're not my mom. No, I'm not. Our mom's dead. So you might want to be a little nicer to me since I'm the only family you have left. Especially now that Amir is gone. You're Jade, right? Right. I just wanted to thank you for what you did for me and tell you how sorry I am for your loss. I owe you and Amir my life. Yeah, you do. You want to return the favor? Keep my dipshit brother from killing himself. No explosives, Raheem. Yeah, Raheem. Oh. Okay, Raheem. What must I do? So, is that enough? Do I get to talk to Brecken now? First, go change your clothes. I left some new ones for you in your room. You're in 194. Something wrong with what I'm wearing? You need something that fits the job Brecken wants you to do. Call me when you've changed. Kamer 194, hè? Okay. Dan gaan we daar eens even kijken. Geen idee waar die kamer is. We gaan eens even hierboven kijken. Oh, dat is 195. Dan is dit onze kamer. 194. De deur staat al open, dat is wel handig. Wat moet jij hebben, kamer? Hij zegt dat hij nieuwe kleren voor wat achtergelaten. Oh. Oké, okay, dit is je speleropslag. Je kunt je hier omkleden en items in de opslag achterlaten. Naarmate je overlevingsrank toeneemt, krijg je toegang tot nieuwe outfits. Oké, okay, dat is cool. Oké. Okay. En nu, ik heb schone kleren aan. Kijk, zo zien we er nu uit. Dat is ons pakkie. En ja, voor je vertrekt moet je je omkleden, oké. Okay. Schone kleren, mooi, oké. Okay. Oké, okay, we hebben ons... Okay, Raheem, I'm ready. We hebben ons omkleed. Where do I find Brecken? Not so fast, 31. If you're going to earn your keep, we have to find out if you've got the skills. So get your ass up to the gym. Gym? What are you talking about? It's on the top floor. Oké. Ik ben benieuwd, jongens. We gaan gimmen. Op school had ik daar, vond ik het altijd wel leuk om te gimmen. Oké. Raheem, I don't see you. Where are you? Wow! Lijkt GTA wel. R1 om te springen. Oh, R1 om te springen. Oké, dit is de tutorial, jongens. Druk op de knop R1 is essentieel om je verticaal te verplaatsen. Houd de knop R1 ingedrukt. Terwijl je naar een richel kijkt om deze vast te grijpen. Oké, je kunt deze actie uitvoeren terwijl je... Oké. Oh ja, zo moet dat. Wauw. Oké, ik moet nog even trainen, jongens. Dit is voor mij ook de eerste keer. Oh, nice. Hebben ze wel goed gedaan. Oké, een kraan op een kraan. Grappig. Alright. A crane on a crane. Dan moet ik hier op R1 drukken. Dit wordt wel even wennen, jongens. Je moet er echt even bij komen. Kijk, want nu moet ik R1 ingedrukt houden. En dan gaat hij daarop.
Dat is niet iets wat ik gewend ben en jullie ook niet gewend zullen zijn. Willen jullie deze game gaan spelen? Oh, dit voelt alsof die elk moment kan afvallen. Er is zoveel wind. Oh man. Ik ga rennen. Ik ga rennen, anders geloof ik niet. Oké. Welcome to our gym. First things first, you've got to learn how to run. What do you mean, learn how to run? Just do what I say, all right? Now, jump down to the very bottom. What? Ben je gek? Are you nuts? I'd kill myself. Don't be a wimp. Come on, you can't be serious. Watch this. Raheem! My leg! Jesus, don't move! I'll get help! Ha! I was just fucking with you! What the? Son of a bitch! What? You can't take a joke? Come on! Echt waar, hoe doe je dat dan? Down here. Christ on a crutch. Nou, dan gaan we, jongens. Holy shit! Holy shit! It's a rush, isn't it? But don't blow your load just yet. There's more. To survive outside, you got to take advantage of the terrain. Most eaters suck at climbing, so the harder the terrain is, the better for you. I've got some typical situations set up for you. Let's see how you handle them. You? Okay. Nou, ik ben benieuwd. Okay. Training. Oh, cool. Ik kan het al een beetje. Oké. Pijltjes. Yes! We kunnen het. Het lukt. Oh, nee. I know, ik heb hem gemist. Opnieuw proberen. Ja, zeker. Daar gaan we weer. Voor een noob? Wat nou weer? Fuck die balk! Oh wacht, ik zie hier ook een trap. Ik kan gewoon de trap nemen. Hoppa. En welke kant moeten we daarop? Hier weer een. Oké. Oh, ik zie. Alright, daar gaan we. Nog één stapje verder. Alright. Oké. En dan moeten we hier omhoog. Wauw. Alright. En dan denk ik dat we moeten springen. Wauw. Die tutorial, het is echt niet makkelijk hoor, deze controls. En spring! Oh. Yes! Oké, we zijn verder. Waar moeten we nu heen eigenlijk? Oh, naar boven. Oké, allemaal first person. Yes! Oké, waar gaan we heen? Time for the real test. Get back to the crane. Make using anything and everything you while you run. Alright. Laten we het proberen. Oké, dit is echt free run. Het is een beetje een rare game dit, want het is een free run zombie game. En echt waar, kunnen we dat halen dan?
Wacht even. Wacht even. Oké. Okay. Oké, we proberen het gewoon nog een keer. Wat maakt ons dat uit? Oké, nu zijn we aan het eind van de richel. Kijken of we nog een tip krijgen van wat we moeten doen. Nee, dat gaan we niet redden. Hoe doen we dat? Kunnen we hier niet gewoon zo tegenop lopen? Nee. Oké. Okay. We doen het gewoon nog een keer. Ongelooflijk. Hoe moeilijk is het nou om R1 ingedrukt te houden? Oké. Okay. Waarschijnlijk heb ik iets gemist of zo. Moesten we iets omhoog of zo? Waarschijnlijk. En dan. Yes! Oh, we missen hem. Oké, we doen het gewoon nog een keer. Oké, en dan moeten we daarop, denk ik. Alright. Oh, netjes. En dan moeten we springen en dan daar overheen. Yes, we hebben hem! The closest I ever came to this was running track in high school. Well, then you're a fucking prodigy. Never seen anything like it. Wow. Nice, jongens. We zijn verder. Ik weet alleen niet waar we toe moeten, maar daar komen we wel achter. Oh, daar. Alright. Laten we onze buddy gaan opzoeken. Hey! Als je overal kunt opklimmen, dan had dat ook wel mogelijk moeten wezen. Even kijken. Waar zitten we, jongens? Hier moeten we toch ergens omhoog kunnen. Ik weet het bijna zeker. Oké. Hehe. Ik weet niet waar die zit, maar we gaan hem vinden. Een zombie freerun game. Wie heeft dat nou weer verzonnen? Waar zit je eigenlijk? Ga terug naar de toren, oké. Okay. We gaan terug naar de toren, jongens. What's happening to me? Shit. Something went wrong. Raheem, what just happened to me? Oh shit. I better having your first seizure. Just get back over here. Whoa! Ja, we zijn natuurlijk gebeten, hè? We zijn gebeten door een zombie. Man. Moet er snel door. Tenminste, dat gevoel heb ik. Wauw. Hier snel vanaf.
We moeten terug naar de toren. Waar is de toren eigenlijk? Oh ja. Als het goed is, moeten we hier naar beneden kunnen. Waar kwamen we ook weer vandaan vorige keer? Oké, jongens, daar zijn we weer. Raheem, what the fuck was that? Does this mean I'm turning? Most likely no. At least not yet. Caesars reminds you that you're infected. You better go see Dr. Zera, though. He'll check you out, probably give you a shot of antizin. Before you head out to see Zera, talk to the quartermaster. He'll gear you up so you can go outside without getting your head bitten off. Oké. Jongens, ik ga, laat het hier even bij. Ik zie jullie de volgende keer. En als dat niet op Loco vs. World is, dan is het wel op Loco vs. Game. Als jullie deze game tenminste leuk vinden. Ik zie jullie de volgende keer. Bedankt voor het kijken en bye bye.